Nou, hier is hij wel flink bezig geweest in dit stukje. Dat klopt, maar het zijn wel oude molshopen. Je ziet dat die al een beetje aan het verweren zijn. Maar goed, ja, ook hier, hè, van hier rijden geen machines, hier rijden geen auto's. En onder die planten is natuurlijk waarschijnlijk genoeg voedsel te vinden. We zijn op zoek naar de mol. Eigenlijk wat je echt telt is de aan- of afwezigheid van de mol. Zit hij er wel of zit hij er niet? De vraag vandaag is niet wie is de mol, maar waar. Dat doe je door te kijken naar molshopen. En als je dan zo'n molshoop ziet, hè, kun je die dan gewoon wegschuiven? Ja. Mag dat gewoon zomaar? Ja, ja, kijk maar. En ik zelf dacht ik altijd van dan moet je ergens onder in die molshoop een gat vinden. Maar dat vind je dus niet zomaar terug. Kijk, het zal hier ergens zijn. Al 6 jaar lang brengt deze boswachter in kaart waar in de stad Utrecht die heuveltjes aarde opduiken. Kijk, hier heb je molshopen. Hier redt hij zich nog prima. Als je dus het jarenlang herhaalt, kun je dus zeg maar een trend in kaart brengen van of de mol in de stad zeg maar oprukt of juist achteruit gaat. En wat is de trend hier in Utrecht dan? Nou, wat je ziet, wat mijn onderzoek dan betreft, is overduidelijk dat ze tot stilstand komen bij drukke verkeerswegen. Kijk, wat je hier dus heel mooi ziet, is dat die mol tot stilstand komt. Daar heb je die spoorlijn. Nou, hij vindt hier een uitstekend veldje met gras. Nou, en daar zit hij dan. Maar je ziet gewoon heel duidelijk aan de molshopen van hij graaft hier. Hij wil misschien wel die kant op. Maar hij loopt zich dus gewoon vast tegen de stoepranden. Tegen zoveel grijs is de mol niet bestand. En daarom zijn er ook zo weinig molshopen in het centrum van Utrecht te vinden. De Kardinaal de Jongweg is bijvoorbeeld een barrière waar de mol nog een weg door, over of onder heeft weten te vinden, zegt de boswachter. Je ziet hier op de grond zie je meerdere molshopen, ook echt kakelverse. Die zijn echt, die is misschien wel van afgelopen nacht. Maar die mol komt hier gewoon tot stilstand. Dus zeg maar vanaf hier houdt het gewoon op voor die mol. En verrek, als je erop let, dan valt het op. Op het grasveld voor de redactie van RTV Utrecht, aan de andere kant van de Kardinaal de Jongweg, is veel te zien, maar geen hoop.